Roelof, trouwens even, jij bent ook een Noorderling. Schiet jij wel eens vol eigenlijk? Ja hoor, ik ben buiten het veld ben ik een hele zachte, emotionele man. Ja, ik ben een kreeft. En, ja, die kant kennen we niet van jou, Roelof. Nee. Nee, binnen de lijn dan moet ik werken. Want dan heb ik met 22 verschillende karakters te maken. Met publiek en dan moet je je rug recht houden. En dan moet je ervoor gaan. Maar buiten het veld ben ik, ja, ben ik wanneer zacht. Heb je voor het laatst lekker gehuild dan? Wanneer was dat? Oh. Roelof, ben je niet uithoren door die idioot, kom op. Nee, maar dat is... Bij een film bijvoorbeeld, ja. Ja, toch wel? Met die hond van Hachi? Ja, die heb ik al 3 keer gezien en die is heel mooi, hoor. Ja, joh, schijt eruit. Die kuthond is al 30 jaar dood, man. Dit is een film van 40 jaar geleden, man. Ja, dat maakt niks uit. Hachi. Maar nou weten we wanneer Roelof voor het laatst gehuild heeft. Maar wanneer nee, niet met voor die film, maar een andere film. Wat zeg je, joh? Wanneer heb je voor het laatst gewipt? Gewipt? Ja, daar gaan we niet over hebben. Daar ben jij altijd, zo.